Goedemiddag kijkers in Nederland en België. Welkom bij Eurosport. Welkom bij de Europese kampioenschappen gewichtheffen. En live uitzending vanuit Polen, om precies te zijn vanuit de plaats Władysławowo. Een kustplaats aan de Oostzee ten noorden van Gdansk. Uw commentator is Piet van der Kruk. En we gaan kijken naar de mannen in de klasse tot 85 kilogram. U ziet daar de deelnemers met daarachter hun lichaamsgewichten. De mannen zijn dus al ingewogen, staan op het podium en gaan direct beginnen. Onder de deelnemers zouden Takushev uit Rusland, Andriy Hentosh uit Oekraïne, David Matam uit Frankrijk, Mariusz Rytkowski uit Polen, Natich Gassanov uit Azerbeidzjan, Tigran Matirosyan uit Armenië, Yuri Mishkovets uit Rusland, Arsen Melikian uit Armenië en de Wit-Rus Andrei Rybaku. Er is al een B-groep aan het werk geweest vanochtend. Er waren heel veel inschrijvingen. In deze klasse doen er nu 9 gewichtheffers mee. En vanochtend hebben er al 8 getild. Die wedstrijd is gewonnen door met een totaal van 352 kilo Benjamin Hennequin uit Frankrijk. We zullen zien of dat nog van invloed is op de wedstrijd die we nu gaan zien. Maar meestal is de indeling wel zodanig dat we nu het allerbeste krijgen wat deze klasse op dit moment te bieden heeft. Onder de deelnemers dan Andrei Rybakov, de nummer 2 van de Olympische Spelen in Athene. En de regerend Europese kampioen doet natuurlijk ook mee, Tigran Matirosyan uit Armenië. Dit zijn de kampioenen van voorgaande jaren. De laatste is Ruslan Novikov. Daar krijgen we de man uit Azerbeidzjan als eerste deelnemer. De Europese recordhouder Andrei Rybakov doet hier ook mee. Dat kan wellicht nog wat vuurwerk opleveren straks. De tijd zal het leren. Deze Natich Gassanov uit Azerbeidzjan is opgeroepen. Hij laat de tijd voor een halve minuut voorbij gaan, zo te zien. Hij gaat beginnen met 155 kilo. Voor Natich Gassanov. Heeft wel eens 160 gehaald. Begint dus rustig aan. Tijd is voorbij, ja. Dat is doodzonde. Dat is dom. Eerst stond hij al daar rustig te wachten. Voordat hij naar het plankier ging, toen was er een minuut voorbij. En dan neemt hij nog een keer alle tijd. En dan is die tweede halve minuut ook voorbij.
En dan heeft hij het gewicht niet binnen een minuut boven de knieën gehad. En dan is zo'n beurt niet goed. Dan probeert hij in tijdnood nog wel het gewicht te tillen, maar dat lukt dan ook niet meer. Bovendien, hij was al teruggefloten. Nou, hij gaat hem een keer overdoen. Coaches die zijn niet erg alert geweest. Er lopen mannen vijf rond deze man. En niet één neemt de verantwoordelijkheid om hem erop te attenderen dat zijn tijd bijna voorbij is. Nou, dan gaat hij dus nog een keer. Zo te zien wordt hij er zelf niet heet of koud van. En gaat zijn klus gewoon nog een keer klaren. Het is natuurlijk wel een gewichtheffer met een gigantische ervaring. Maar het is hem al eens eerder overgekomen dat hij drie trekbeurten niet haalde. Het is op een wereldkampioenschap en op een Europees kampioenschap is hem dat overkomen. Ja, en nu heeft hij hem weer niet. Hij weet als geen ander wat het is. Want drie keer missen, dat betekent niet meedoen in het algemeen klassement. En door die tijdnood bij de eerste poging lijkt het te veel op dat de concentratie weg is. Hij liep er ook nog zo relaxed bij de eerste poging. Volgens mij had hij zelf helemaal niet in de gaten dat hij al opgeroepen was. En bleef dat team van begeleiders behoorlijk in gebreken, want die attendeerde hem er niet op. Het is toch een essentieel onderdeel van het coachen bij het gewichtheffen, dat je die tijdslimieten, ontwikkeling, niet alleen de ontwikkelingen bij de tegenstanders, maar ook de tijdslimieten goed in de gaten houdt. Natigasanov, 155 kilo. Derde laatste beurt. Haalt hij hem, dan doet hij nog mee in de wedstrijd. Haalt hij hem niet, dan ligt hij eruit. Ja, mis. Nou, de wedstrijd is gestreden voor deze man. Dan kom je nou helemaal vanuit Azerbeidzjan naar Polen. En dan kan je per keer in de post terug. David Matan. Dat zag ik daar komen. De Fransman. Geboren in Kameroen. Er worden nog wat schijfjes bijgeschoven. David Matan. De Fransman uit Kameroen. Vorig jaar deed hij ook al mee op de Europese kampioenschappen. Toen werd hij negende. Met 160. Ja, ja. Is goed. Tenminste, ik vind hem goed. Wat vinden de scheidsrechters ervan? Ja, alle drie goed. 160 kilo. David Matan. Hetzelfde gewicht als hij verleden jaar haalde op de Europese kampioenschappen. De Olympische Spelen werd hij niet geplaatst, dan miste hij drie stootbeurten, maar daar zag hij nog wel kans om 167,5 te trekken. Hij heeft dus meer in zijn armen dan wat hij nu haalt. Mariusz Rytkowski, 160, de Pool. Doet één Pool mee in deze gewichtsklasse.
En ook deze Rietkowski loopt al heel wat jaartjes mee. Heeft ook een behoorlijke staat van dienst. Werd 9e in Sydney op de Olympische Spelen. Toen was hij er al bij. Trok verleden jaar op de EK in Kiev in de Oekraïne 162,5. En gaat nu dus beginnen met 160. En dat is te zwaar voor hem. Beetje te hoog ingezet. Het is een geboren Rus trouwens. Hij is geboren in Minsk, deze Pool. Hij heeft wel de Poolse nationaliteit. En hij werd al in 1996 Europees kampioen bij de junioren. Draait al heel lang mee. Daarna heeft hij nooit meer echt hoge ogen gegooid. Zijn beste prestatie is in feite de tweede plaats die hij haalde bij de Europese kampioenschappen in 2002, alweer 4 jaar geleden. Toen was hij in veel betere vorm dan nu, want toen trok hij 172,5. En nu staat hij te knoeien met 160. De winnaar in de B-groep, in deze gewichtsklasse bij het trekken, is Benjamin Hennequin uit Frankrijk. Die haalde 160 maximaal. En dat is het gewicht waar Rietkowski ook mee aan het stoeien is op dit moment. Dus die Fransman die had best in deze, wat het in ieder geval de trekken betreft, in deze A-groep mee kunnen doen. Marius Rietkowski. Tweede poging. Wellicht dat hij zich voldoende heeft hersteld. We zullen het zien. Laatste aanwijzing van de coach. De juiste greep ziet te vinden. Dat is heel belangrijk. Handen stroef gemaakt met magnesium. Dat het gewicht er niet uitglipt. En gaat weer de fout in. Nou. Wat gaat daar nou... Ja, dat is, die man die is ver beneden zijn kunnen bezig. Het is een 172,5 kilo trekker. Mist hier nu al 2 keer 160. Een thuiswedstrijd. 30 jaar, dus toch niet te oud. Nou, hij durft niet, hè. Hij haalt hem hoog genoeg uit de grond. En op het moment dat hij moet duiken, laat hij het afweten. Angst voor het gewicht? Ik weet het niet. Zijn coach is Wojciech Gesek. Gehuld met Ines, dochter Victoria. En hij is lid van Mazowia in Tsitsianov. Het zegt me allemaal niks. Maar dat zal vast wel ergens in Polen zijn. Doet al sinds 1998 mee aan alle EK's. En hij heeft ook aan 3 wereldkampioenschappen meegedaan. Daar werd hij 9e in 2001. En hij werd 6e. En een keer 10e. Bij de Europese kampioenschappen is zijn beste prestatie dus nog steeds die 2e plek in 2002. En toen was hij echt in topvorm met 172,5 trekken en 207,5 stoten. Nou, hij staat niet in de schaduw van zijn prestaties van toen op dit moment. Polen hebben kennelijk geen betere in huis op dit moment. Zouden ze dat zeker gedaan hebben. Ze zijn erop gebrand om in eigen huis goed voor de dag te komen. Nee, weer fout. Niet goed. Hij zakte nu nog wel door de knietjes, maar... Hij had beter niet mee kunnen doen, want de vorm is er niet. Nou, dat houdt de boel een beetje op.
drie foute beurten bij de Azerbaidjani Nati Gassanov. Marius Rietkowski, drie foute beurten. De Pool, er is nog maar één goede beurt en dat is David Matam van Frankrijk. Andriy Henters, Oekraïne, gaat voor 162. Is een eerste beurt. En je zou het een internationale nieuwkomer mogen noemen. Ik heb één uitslag van hem gevonden. Europees kampioenschap 3 jaar geleden. In Loutraki, in Griekenland. Toen trok hij 160. Daarna is hij niet meer op het internationale, daarvoor daarna, niet meer op het internationale podium geweest. En nu zien we hem pas weer. Na 3 jaar, maar de vorm is er niet. Hij mist hem. Ook alweer zijn eerste beurt. Het is niet te hopen dat hij zijn twee collega's achterna gaat. Want ja, op zo'n manier komt er geen vaart in de wedstrijd. Ook hij gaat hem overdoen, gaat de tijd nemen. Hij is geboren in Lviv. Is daar lid van Dynamo. Vereniging Dynamo. Zijn coach is Vasil Pluta, die ziet u daar staan. Hij weegt in deze wedstrijd 84,5 kilo. 1,72 meter lang, dus niet zo gek groot. En nog maar één internationale wedstrijd. Een 10e plaats in het algemeen klassement bij de Europese kampioenschap in 2003. Dat is het enige wat we van deze man weten. Andriy Henters. Hij gaat hem overdoen. 162 kilo. Even zijn handen wat in een magnesium doen. Lekker stroef maken. Dan glipt dat zware gewicht er niet uit. De laatste aanwijzing van de coach. Hij zoekt positie. Die voetenstand is heel erg belangrijk. En die greep natuurlijk. Het lijkt alsof ze het allemaal hetzelfde doen, maar dat is echt niet zo. Er zit toch nogal wat variatie in breed en heel erg breed. Ja, hij gaat ook 2 keer de mist in. Nog een derde en laatste poging. Nou, dat maakt je niet veel mee, dat zo 3 gewichtheffers achter elkaar de mist ingaan. Eerst die Azerbaidjani, toen die Pool en nou deze Oekraïner die bezig is de wedstrijd te verknallen. U treft bij dit Europees kampioenschap geen Turken aan. Ik ben er al een paar keer over bevraagd. Nou, er waren in het afgelopen jaar te veel positieve dopinggevallen onder de Turkse gewichtheffers. En toen is heel Turkije, alles wat gewichtheffer is, voor 1 jaar uitgesloten voor deelname aan internationale wedstrijden. Die straf die loopt op 11 september van dit jaar. 11 september 2006 loopt die straf af. Dan hebben ze 1 jaar met z'n allen opzitten. Dan zullen ze zeker weer mee gaan doen. Het is toch een ja, geweldig gewichtheffland. Hetzelfde overkwam Nigeria. Nigeria loopt het op 11 september af. En voor de Turken loopt het op 31 mei af. Die kunnen dit jaar weer meedoen aan de wereldkampioenschappen. En de Turken moesten ook nog een boete betalen van 100. Turkije moest een boete betalen van 100.000 Amerikaanse dollars. En ze moesten coaches en gewichtheffers volgens de nationale reglementen ook nog een strafje opleggen. En de Turkse gewichtheffbond werd verplicht een antidopingbeleid te ontwikkelen en toe te gaan passen. Ze zijn behoorlijk aangepakt door de Internationale Gewichtheffederatie. Daar komt Andriy Henters weer voor zijn 3e en laatste poging.
Hij heeft er twee gemist. Nou, de dood of de gladiolen. Wordt dan wel eens gezegd. Dat geldt ook hier. Gaat hij door of gaat hij niet door? Mist hij hem, dan kan hij ook per keer in de post terug, in dit geval naar Oekraïne. Andriy Henters. Ja. Nou, dat is nummer 3 op rij die 3 trekbeurten mist. Dat gaat lekker, zeg. Het houdt de wedstrijd op en dat haalt natuurlijk ook een stuk spanning weg. Want ik zie veel liever een man of 3-4 gelijk opgaan. Voor plaatsen in het algemeen klassement. Dan dat ze de een na de ander het de pijp aan Maarten geeft. Ze beginnen gewoon te hoog, nemen te veel risico. En missen dan zo'n aanvangsbeurt. Er gaat weer wat bij. Wat de kleuren betreft van die schijven, die zijn niet zomaar aangebracht. De rode schijven wegen 25 kilo, de blauwe 20 en de gele 15 kilo. Als je dan weet dat de halterstang 20 kilo weegt met klemmen 25, dan kunt u zelf uitrekenen hoeveel er op een gegeven moment aan een gewicht zit. Daar komt Arsen Melikian. 165 kilo, de Armenier. Arsen Melikian, de Armenier. Hij heeft ook al een dopingverleden. In 2001 werd hij betrapt, voor 2 jaar geschorst, maar hij is er weer bij. Verleden jaar werd hij alweer derde in deze gewichtsklasse. Bij de Europese kampioenschappen uiteraard. Ja, het is nummertje 4. En ja, voor hem is het zelfs een traditie, want hij heeft al 3 wedstrijden, zie ik, op zijn naam staan, waarin hij 3 trekbeurten miste. De laatste keer dat hem dit overkwam was bij de wereldkampioenschappen in Doha in Qatar. Daar miste hij 3 keer 162. Nou, daar komt de Fransman. Ook voor 165, David Matam. Die heeft, is de enige die tot nu toe een goede beurt gehad heeft. 160 kilo is de eerste poging. Voor de rest hebben we alleen nog maar foute beurten gezien. De concurrentie is groot. De mannen fokken elkaar op. En zetten dan te hoog in. En vallen dan heel diep. 3 gewichtheffers al uitgesloten voor verdere deelname. En alleen deze David Matam, Frankrijk, geboren in Cameroen, heeft een goede beurt. 160 kilo is de eerste poging en gaat hier voor zijn tweede, 165. Een gewicht wat hij moet kunnen halen en hij heeft hem. Ja, na zoveel foute beurt is het natuurlijk prachtig als je het op een gegeven moment wel gaat halen. Toch nog 1 rode lamp. Het is dus kantje boord. De hoofdscheidsrechter, de middelste scheidsrechter, die heeft hem een rode lamp gegeven. Niet goed. En dat zou best wel eens kunnen zijn in verband met nadrukken. Want kijk maar eens naar die arm. Als die, nu heeft hij hem. En nu drukt hij met die rechterarm even na. De scheidsrechters aan de zijkant kunnen dat niet zien. De hoofdscheidsrechter die zit pal voor hem. Die ziet dat wel. En die geeft terecht rood. Maar voor de 2 anderen is het, ik heb het niet gezien, dus hij krijgt groen. En dat is goed. 2 maal groen is goed. Dat is een goede beurt met een luchtje eraan, maar daar hebben we het verder niet meer over. 2 staat tot 1, oftewel 2 maal groen, 1 maal rood, betekent gewoon goed. En daar zullen we verder niet meer over. 165 kilo. Tweede poging. Melikian. Hou je tijd in de gaten, jongen. De halve minuut is al voorbij. Even het juiste moment zien te vinden. Die voeten schuiven. Ja, staat goed. En nu heeft hij hem. Pats, boom. En 1 keer gestrekte armen. Niks nadrukken.
gewoon in één keer raak. Lili Kian, 165 kilo, in zijn tweede beurt. Die David Matan staat nog steeds aan de leiding, want ze hebben allebei wel 165 getrokken. Matan en deze Melikian, maar Matan is ietsje lichter dan Melikian. Vier gewichtheffers hebben we nog niet gezien op het podium. Dat zijn de Rus, Takushev. Dat is Martirosyan uit Armenië. Biskovets uit Rusland. Rybakov uit Wit-Rusland. Waarschijnlijk komt Matan nog een keer. David Matan gaat naar 168 kilo in zijn tweede poging. 160 gehaald, 165 gehaald. Hij gaat nu naar 168 in zijn derde en laatste poging. En het is wel aardig te weten dat dit een persoonlijk record is als hij dit gaat halen. Zijn beste prestatie is 167,5 in deze gewichtsklasse. En dat was tijdens de Olympische Spelen. Toen trok hij 165, werd niet geplaatst omdat hij daarna drie stootbeurten met 192,5 ging missen. Maar hij had toen wel die 167,5 al getrokken, was dus in vorm. En dat is tot nu toe zijn beste beurt die hij ooit gehaald heeft. Daar gaat hij dus nu een halve kilo overheen met 168 kilo aan de stang. David Matan, Frankrijk, geboren in Cameroen, gaat die 168 kilo halen. Een persoonlijk record als hem dat lukt. En oei, 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 oei. Daar gaat iets helemaal fout in die arm. En dat ziet er echt ernstig uit. Dat is geen kramp. Dat is meer dan dat. En die zien we denk ik niet meer terug. Als je kramp hebt dan reageer je anders. Daar is of iets met een aanhechting aan de hand. Of een spiertje gescheurd. Ik denk, ja, dat gewicht gaat naar achteren. En dat is dan een heel link moment. Want hij wil dat gewicht niet kwijt. Hij vecht ervoor om hem te houden. Geeft dan tegendruk. En dat is een onnatuurlijke spierinspanning voor een gewichtheffer. Hij probeert dan dat gewicht, daar zit beweging in, een horizontale beweging. Hij dreigt het naar achteren kwijt te raken. En gaat dan niet naar voren met zijn lichaam, maar gaat proberen horizontale krachten te ontwikkelen vanuit zijn armen om dat gewicht, wat een achterwaartse beweging heeft, naar voren te krijgen. En dan gaat er iets fout. Ik denk niet dat het een breuk is, maar het zou wel een aanhechting kunnen zijn die losgelaten is of zo. Het is een blessure die wel meer voorkomt bij gewichtheffers. Takushev, 170 kilo. De Rus in zijn eerste poging. Zouwe Takushev. Rusland. Rustige gewichtheffer. Miste drie trekbeurten op de Olympische Spelen. 175, ging drie keer mis. En nu begint hij met 170, dat gaat ook mis. Sinds de Olympische Spelen in Athene is hij niet meer op het podium geweest. Hij is verleden jaar heeft hij niet getild. En ja, zijn beste prestatie is tweede bij een Europees kampioenschap in het Olympisch jaar in 2004. En toen trok hij 177,5. Dan zou je zeggen, 170 beginnen, dat moet toch lukken? Martirosyan, Armenië, 170 kilo in zijn eerste poging. Martirosyan, Tigran, Martirosyan, Armenië, eerste poging. Hij wordt nogal eens verward met een landgenoot met exact dezelfde naam, maar die in een klasse lichter uitkomt. Geen familie. Martirosyan zou wel de Jansen van Armenië zijn waarschijnlijk. In ieder geval is deze niet goed.
No lift, zegt daar de speaker. Dat betekent niet goed. En als ik dan kijk naar zijn prestatielijst, dan heeft hij 172 kilo getrokken verleden jaar bij de wereldkampioenschappen in Doha, Qatar. En nu mist hij in zijn eerste poging 170. Miskovic, de tweede Rus, gaat ook met 170 kilo beginnen. Die Russen zijn goed hoor, bij de mannen en bij de vrouwen. De Russen zijn weer helemaal terug. Het Russische gewichtheffen heeft een paar jaar in een dip gezeten. En vanaf verleden jaar kregen we al de eerste tekenen, de voortekenen. En nu zet dat zich door. Bij de vrouwen staan ze met kop en schouders boven de rest uit. Wat betreft het medaillepuntenklassement. En bij de mannen draaien ze ook heel goed mee. Goede superzwaargewicht hebben ze nog niet. Traditioneel is dat eigenlijk altijd een Rus. Maar in de andere gewichtsklassen draaien ze echt weer aan de top mee. En hij mist hem ook. Ja, die twee Russen die zijn dus in principe heel erg goed. Maar ze hebben allebei de eerste beurt gemist. Dit is wel het kampioenschap van de missers. Als ik nou zie dat er 4 keer 3 is 12, 15. We hebben zo'n 18 beurten gehad. En van die 18 beurten zijn er tot nu toe nog maar 3 goed. Dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Alleen die David Matam die heeft 2 goede beurten. En die Arsène Melikian. En voor de rest zijn het allemaal missers. Die Andri Hentors die ging 3 keer mis. Rietkowski ging 3 keer mis. Hier gaat de Rus Zauer. Die gaat nog een keer 170 kilo. Zauer Takushev. Zauer Takushev. 170 kilo. Tweede poging. Zijn laatste wedstrijd was op de Olympische Spelen in Athene. Ging 3 keer 175 mis. Hij zet nu 5 kilo lager in. En ook die gaat weer mis. Zijn er soms verkeerde aardstralen in die zaal? Of is er iets met dat halter aan de hand? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar dit is zo gek. Ik heb hier geen verklaring voor. Alles gaat mis. Nog maar 3 goede beurten gezien. Matrosian. Armenië, 170 kilo. Is een tweede poging. Trok op de laatste wereldkampioenschappen 172. Begint nu met 170. Dat is natuurlijk heel hoog beginnen. Hè? Als die jongens stuk voor stuk wat lager inzetten, dan gaat het niet zo fout als dat het nu gaat. Let op de tijd. What? Ook fout. Nou. Ik kom inmiddels tot 16 foute beurten. Tegenover 1, 2, 3 goede beurten. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb ontzettend veel gewicht en wedstrijden gezien. Maar wat hier gebeurt is onvoorstelbaar. Die jongens die hebben elkaar zo opgefokt in die warming-up ruimte. Die zitten zo dicht bij elkaar ook wat hun prestaties betreft. Dat ze willen niet toegeven. En gaan dan gokken. Gokken doe je meestal in je derde en laatste beurt. Maar hier wordt al gegokt in de eerste poging. In de hoop dat zo'n beurt lukt. En dan gok je door voor zo'n tweede poging. En als dat gokken dan lukt, dan word je Europees kampioen. Maar als dat niet lukt, dan val je heel diep terug. En dat gebeurt hier. Er zijn er al 3 met 3 foute beurten en 3 met 2 foute beurten. Nou, het is toch niet waar. Daar mogen we zelfs een goede beurt noteren. Voor Miskovic, 170 kilo, de Rus. Die doet in ieder geval mee in het algemeen klassement. Juri Miskovic, Rusland.
En hij evenaart daarmee zijn persoonlijk record. Nee, dat niet. Hij heeft in al heel lang geleden wel eens 175 gehaald. Dat is in 1998 geweest. En daarna heeft hij dat niet meer gehaald. Melikian gaat voor 170 kilo in zijn derde poging. ...165 gemist, is een tweede poging gehaald en nu gaat hij voor 170. Arsen Melikian, Armenië. Ook hij gaat fout. Nou, hij heeft dan het geluk dat hij één beurt gehaald heeft. Dat is die 165 kilo in zijn tweede poging. En dat is voor zijn doel toch wel redelijk, want het is lang geleden, het is 6 jaar geleden dat hij meer gehaald heeft. 167,5, daarna nooit meer. Dus hij zit aardig op niveau. Takashev, ja, 170 kilo. Twee keer gemist, ditzelfde gewicht. Hij moet het kunnen. En hij heeft hem. Nu heeft hij hem. Is een derde en laatste poging. Nou, door het oog van de naald. Ik denk dat die gedenkwaardige dag in Athene nog wel een paar keer door zijn hoofd zal zijn gegaan. Miste die 3 keer 175 en lag hij eruit. Zijn voorlaatste wedstrijd in 2004 waren de Europese kampioenschappen in Kiev. In Oekraïne toen trok hij 177,5. En nu dus 170. Hij is er niet op vooruit gegaan. Maar draait met die 170 wel lekker mee. Omdat er zoveel collega's zijn die 3 beurten gemist hebben. Hij heeft trouwens zelfs de leiding, deze Takashev uit Rusland. Dit is Tigran Bartosian. Die gaat nog een keer voor 170. Heeft het gewicht 2 keer gemist. Martirosian. Krijgt de indruk dat ook hij veel te hoog begonnen is. Als 172 je persoonlijk record is, dan moet je niet met 170 beginnen, vind ik. Ja, zijn coach en hij denken daar anders over. En wie heeft het laatste woord? Dat zijn zij. Maar wat heeft dat tot gevolg? Dat hij hem mist. Dat, ja, het is bijna belachelijk. Maar dit is de vierde gewichtheffer in deze wedstrijd die 3 trekbeurten mist. Om ze nog eens een keer op te noemen. De Oekraïnier Andriy Hentors, 3 trekbeurten gemist. Mariusz Rytkowski uit Polen, 3 trekbeurten gemist. Tigran Martirosian, 3 trekbeurten gemist. En Nati Gassanov uit Azerbeidzjan, ook 3 trekbeurten gemist. Nou, al neem je hier een natte krant in je handen, dan kom je al in de prijzen. Want als je hem tenminste boven je hoofd krijgt, de rest gooit er een beetje met zijn pet naar. 175 kilo, Mishkevets, de Rus. Ja. Als hij dit haalt, dan neemt hij de leiding. Wie we dus nog niet gezien hebben, is de Wit-Rus Andrei Rybakou. Hè? En die Rybakou die hebben we nog niet gezien, omdat hij gewoon op dit moment wereldrecordhouder is bij het trekken. Dat is een specialiteit. Dus wellicht dat hij nog, ja, deze wedstrijd goed kan maken door wat vuurwerk op ons af te laten komen. In ieder geval deze Rus, Yuri Mishkovets, als hij hem haalt, dan neemt hij de leiding. Haalt hij hem niet, dan blijft hij staan op 170. En dan is hij tweede, omdat hij iets zwaarder is dan zijn landgenoot Zauer Takashev, die ook 170 getrokken heeft. Dus de 2 Russen staan op dit moment aan de leiding. En dan hebben we 2 mannen met 165. De Fransman David Matam en Arst Melikian uit Armenië. Dus
265 trekkers, 270ers. Als deze 175 gehaald wordt, dan heeft hij de leiding. En hij haalt hem niet. Blijft daarmee staan op 170 en neemt de tweede plaats. Zijn landgenoot Takushev, die is iets lichter, heeft met 170 de leiding. Nou, er zijn er op dit moment van de 9, 8 klaar. En 4 hebben zich niet kunnen plaatsen omdat ze 3 foute beurten hebben. En dan hebben er 4, van de 4 hebben er 265 gehaald en 270. Er zijn er 2 Russen, in ieder geval 2 en 3 bij het trekken. Tenzij André Rybakov, want die is nog niet op het plankier geweest, het helemaal af laat weten. Daar staat hij, André Rybakov. Gaat met 180 kilo beginnen. 180 kilo beginnen. Hij is Europese recordhouder met wereld- en Europese recordhouder met 185. En daar begint hij dus 5 kilootjes onder. Het was heel leuk toen hij verleden jaar die 185 kilo trok, was hij ingedeeld in een B-groep. Het was een volslagen verrassing dat deze man daar in Doha, in Qatar, dat wereldrecord trekken verbeterde naar 185 kilo. Hij deed trouwens in tweeën. Eerst 183 en toen 185. Hij begint nu met 180. 5 kilo onder het wereldrecord. Wat op zijn naam staat. Nou, dat gaat goed. Hiermee maakt hij alles al goed wat hiervoor fout gegaan is. Want dit is een fantastische beurt voor een man die zelf 84,7 kilo weegt. En daar zomaar eventjes 180 kilo trekt in een wedstrijd waar zoveel collega's de mist zijn ingegaan. Hij werd in Athene op de Olympische Spelen tweede met 180 trekken en 200 kilo stoten. En verder, ja, hij is 2 keer, heeft het goed gedaan bij de jeugd. Dat is alles, ja, dat is alles. Hij werd Europees kampioen bij de junioren in 2002 en wereldkampioen bij de junioren in 2002. In respectievelijk Italië en Tsjechië vonden die wedstrijden plaats. Zijn beste prestatie daarna is een tweede plaats op de Olympische Spelen dus, zoals ik zojuist zei. En ja, en bij verrassing verleden jaar verbeteraar van het wereldrecord trekken bij de mannen door dat te brengen op 185 kilo. Daar zit hij nu 5 kilo onder. Hij krijgt 2 beurten achter elkaar. De halter ligt klaar. De tijd loopt. Hij krijgt 2 minuten de tijd om zich te herstellen. En hij laat er 186 kilo aanslaan. Ja, hij staat al met vlaggenwimpel op nummer 1. Met die 180 kilo. Zijn naaste concurrent heeft 170 gehaald. Hij staat dus al 10 kilo voor. En nu gaat hij, en ik vind het altijd zeer te waarderen, zijn sportieve plicht doen. Hij gaat geen kilootjes winnen door de 2 of 3 kilo bij te doen. Nee, hij weet, ik ben wereldrecordhouder bij het trekken. Ik sta 10 kilo voor op mijn naaste concurrent. Ik heb niets meer te vrezen, want met dat stoten hou ik ze wel op afstand. Ik ga proberen mijn eigen wereldrecord te verbeteren. En dat te brengen op 186 kilo. Dus deze wedstrijd die tot nu toe een beetje in mineur verlopen is, door al die misbeurten, 4 gewichtheffers hebben 3 beurten gemist, krijgen we hier dus nu de Wit-Rus Andrei Rybakov, die gaat proberen het wereldrecord trekken te verbeteren in de gewichtsklasse mannen tot 85 kilo. Het staat op zijn naam met 185 en hij heeft nu 186 kilo aan laten schuiven. Als hij dit haalt, bent u getuige van een grensverleggende prestatie, een nieuw wereldrecord bij de mannen, gewichtheffen, klasse tot 85 kilo. De Wit-Rus, André Rybakov, 186 kilo. We zullen even kijken. Juist de uitgangspositie zien te vinden. Eventjes, die ademhaling is heel erg belangrijk. De stand van de handen, de voeten. Alles moet kloppen bij zo'n beurt. En hij had hem bijna. Hij had hem bijna. Maar hij heeft nog een poging. Hij heeft nog een poging. En hij gaat het zeker over doen. Hij zit er heel dichtbij. Het is een evenwichtskwestie. De kracht is het niet. Die is er. Kijk maar eens hoe snel of hij hem eruit haalt. Arm in één keer gestrekt. En dan zit er, ja, wat. Het knalt eruit, maar hij heeft het niet in één keer gefixeerd vast. En dan zit je daar met je eigen 84 kilootjes. En dan heb je er 186 boven je hoofd. En dat corrigeer je niet.
Hij probeerde het wel door zijn lichaamsgewicht in te zetten naar voren en naar achteren. Maar hij was zo verstandig om niet te doen wat die Armenië er straks deed. Die ging kracht zetten. En dat moet je niet doen, want dan gebeurt er iets met je spiertjes in je arm. Hij probeerde tegenwicht te geven door met zijn lichaam heen en weer te gaan. Maar hij kon het evenwicht niet vinden. En dat is wat hoor, 186 kilo. Dat is ontzettend veel. Ga maar eens 186 kilo aardappels halen bij de groenteboer. Hij schijnt het af en toe wel eens te doen. In ieder geval gaat hij nu 186 kilo trekken bij het gewicht. En dat is in één vloeiende beweging. Moet het gewicht van de grond boven het hoofd gebracht worden. Nadrukken is reglementair niet toegestaan. Dat gewicht moet in één keer boven zijn, die armen gestrekt. En dan moeten die ellebogen op slot gegooid worden. Zo heet dat in het jargon bij het gewichtheffen. Die moeten dan naar binnen staan. Dan kan dat gewicht niet terugvallen. En ja, het is, die man is zelf zo licht ten opzichte van dit zware gewicht. Het moet in één keer goed zitten. Zodra er een balansprobleem is, naar voren, naar achteren of opzij, dan is het gebeurd met de koopman. Dit moet in één vloeiende beweging van de grond boven het hoofd gebracht worden. Het moet eruit knallen en dan moet hij vast, boom, vast zitten. En dan kan hij gaan staan en dan heeft hij een nieuw wereldrecord. Andrei Rybakov, Wit-Rusland. En nu heeft hij hem. En ja, geen verkeerde bewegingen. In één keer goed. Een nieuw wereldrecord, 186 kilo. Dit is een techniek die beschreven staat in de boeken en die laat hij hier zien. Geen verkeerde bewegingen. In één snelle, knallende beweging dat gewicht uit de grond. In één keer muurvast, armen op slot. Kijk maar eens, de benen doen het werk. En dan die tweede versnelling, die tweede trek. En dan die armen en die benen. Wat een rijbroek heeft die man. Daar zitten wat spiertjes in. En die schouders moet je ook niet vergeten hoor. En zijn winst zit natuurlijk enerzijds in zijn kracht, maar anderzijds ook in de snelheid. Hij kan een enorme snelheid ontwikkelen. Wereldrecord voor Andrei Rybakov. Europese kampioenschappen gewichtheffen. Mannen in de klasse tot 85 kilo. Het trekken zit er nu op. Rybakov heeft gewonnen. Hij staat nummer 1. Op de tweede plaats dan de Rus Zauer Takushev. En derde is de Rus Yuri Mishkovets. De mannen gaan zich nu voorbereiden op het vreugde in het Wit-Russische kamp natuurlijk, bij al die coaches en die verzorgers. Ze gaan zich nu voorbereiden op het onderdeel stoten. Deze live-uitzending voor Eurosport vanuit Polen. Een blik in de warming-up ruimte. Elk deelnemend land heeft hier een eigen plankier. En een eigen cabine om uit te rusten voor de verzorging. 186 kilo, 16 kilo meer dan nummertje 2. Nou, voelt al aan wie Europees kampioen gaat worden. Dat kan Rybakov niet meer ontgaan. En die twee Russen doen het ook netjes. En niet te vergeten, die David Matan, die Fransman, die met 165 kilo heel goed meekomt. Even een commerciële break, maar komen zo weer bij u terug. Europese kampioenschappen, gewichtheffen vanuit Polen. We zijn bezig met de mannen in de klasse tot 85 kilo, maar die hebben even pauze. Die zijn zich aan het voorbereiden op het stoten en dan krijgen we nu even wat highlights te zien van de wedstrijden bij de vrouwen die we eerder deze week gezien hebben. Estefania Juan, de Spaanse, die rond de 2 kilo haalde. Het is allemaal een beetje door elkaar heen gemonteerd. Er zit per gewichtsklasse weinig logica in deze samenvatting.
Het is licht en zwaar door elkaar heen, maar het zijn wel mooie beurten die je te zien krijgt. En ook die stootbeurt is goed. Buntenu, Roemenië, 109 kilo. Daar hebben we de Sin. Deze dame wordt even uitgenodigd voor de dopingcontrole. Even een papiertje tekenen. Marina Shailova, de Russin, die heeft daar 135 kilo gestoten zojuist. Voorgeslagen. En eruit. Ook die beurt is goed. Sin, Tatjana Matveva. De Europese kampioen in de klasse tot 69 kilo. Dik tevreden met de prestatie. Natalia Zabolotnaya is dit. Een andere Russin die Europees kampioen zou worden. Zij gaat 151 kilo stoten. Ja, dat doet ze heel makkelijk. Natalia Zabolotnaya. Hierna zou ze nog proberen 160 te halen. Een nieuw Europees record, maar dat mislukte net. En daar hebben we de allerzwaarste onder de zware. Olga Gorobka. De superzware vrouw van 152 kilo die een Europees record verbeterde bij het stoten met 164 kilo. Hij was die. Europese kampioenschappen, gewicht heffen, mannen in de klasse tot 85 kilo. We hebben zojuist het trekken afgerond met een wereldrecord verbeterd door André Rybakov bij het trekken. En we gaan nu stoten André Hentors, 193 kilo.
Hentos heeft 3 trekbeurten gemist met 162. Doet dus niet meer mee voor het algemeen klassement. Maar gaat nog wel meedoen aan het stoten. Dat kan reglementair nog wel. Maar er is een reglementswijziging op komst. Waarbij het zo zal zijn dat gewichthebbers die 3 trekbeurten gemist hebben, niet meer bij het stoten mee mogen doen. Vooralsnog kan dat nog wel. Zeker bij een Europees en een wereldkampioenschap heeft dat nog wel zin. Want er kunnen prijzen bij het trekken stoten en in het algemeen klassement gewonnen worden. Uiteraard is het meest belangrijke, het belangrijkste is het algemeen klassement. Daar word je Europees kampioen. Maar het is ook leuk om die gouden, zilveren, bronzen medaille bij het trekken of stoten om je nek gehangen te krijgen. En daar kunnen deze mensen nog aan meedoen. Dus ze hebben dan weliswaar, we hebben er 4 op rij die 3 trekbeurten gemist hebben in deze wedstrijd. Die kunnen nog wel bij het stoten meedoen voor de prijzen bij dat onderdeel. Ze mogen ermee stoppen. Een enkeling houdt het voor gezien. Zeker gewichtheffers die voor een goede eindklassering gaan. Anderen vinden dat het goed is voor het zelfvertrouwen om na zo'n debakel, 3 gemiste trekbeurten, toch nog wat bij het stoten mee te doen. Om te laten zien dat je, wat je in huis hebt, om vooral jezelf te overtuigen dat het een ongelukje is geweest. Dat kan je beter dan gelijk doen, lik op stuk, dan dat je daar maanden mee gaat lopen en dan bij een eerstvolgende wedstrijd probeert terug te komen. 195 kilo voor Rybakov. Ja, dat is dan weer zo typisch bij deze gewichtheffer. Het is een uitstekende trekker, de beste ter wereld. Hij heeft dat wereldrecord op ongekende hoogte gebracht. Hij heeft een sterke benen en een sterke rug, maar blijft dan weer achter bij het stoten. Want deze kerstverse wereldrecordhouder gaat als tweede beginnen met 193 kilo bij het stoten. Zijn persoonlijk record is 200. Dus in verhouding tot zijn trekken is zijn stoten helemaal niet zo goed. Als je 186 in één keer van de grond boven je hoofd kan halen en je moet dan beginnen met 195 kilo bij het stoten, dan is dat een stapje achterwaarts. Hij moet hier inleveren in het algemeen klassement. Dus dit is, zal nooit een goede klassementsgewichtheffer worden, omdat hij niet compleet is. Verschrikkelijk goed op één onderdeel en op een ander onderdeel gewoon goed. Zo is het natuurlijk ook nog wel. Daar is wat misverstand over wie er aan de beurt is. We hebben 195 gehad. Wat gaat er nu aan de hand? Ik zie een heleboel 200'tjes daar opgeschreven staan. En daar komt hij weer. De Rus, nee. De Oekraïne, Andriy Hentos. Ja, of komt er toch een ander? Ja. Melikian gaat voor, die gaat voor 197 kilo. Dat is een eerste beurt. Arsen Melikian uit Armenië. Ja, die heeft 165 getrokken en die weet dat de 4 collega's gesneuveld zijn. Die gaat nu proberen zo hoog mogelijk te eindigen, maar dat zonder risico's te doen. Dus die begint voor zijn doen met een relatief licht gewicht. Melikian, die kan veel meer. Maar die gaat eventjes een beurtje neerzetten. En dat doet hij. Zo, die hebben we binnen. Hij heeft verleden jaar op de wereldkampioenschappen. Begon hij ook met 193. Trouwens, zie ik nu staan hier. En toen miste hij 3 keer 193, dat is het gewicht waar hij nu mee begint.
Nee, dat is onjuist. Hij miste toen 193. Dat was zijn aanvangsbeurt. En hij begint nu met 197. Toch nog gedurfd. Ja, en dat was zijn laatste wedstrijd tot nu toe. Drie keer 193 mis. En nu met 197 begonnen. Hij weegt zelf 84,8. Het is een kleintje. Hij is maar 1,70 meter groot. Heel erg compact. Biskovits, de Rus. 198 kilo. Ja, de deelnemers die... Een goede trekbeurt hebben, die gaan bij het stoten geen risico nemen. Want er zijn dus voor het eindklassement nog maar 5 man in feite in de strijd van de 9. Omdat er van de 9 hebben er 4-3 trekbeurten gemist. Dus al word je laatste bij het stoten, dan kan je toch nog 5e worden in het algemeen klassement. En dat is op je prestatielijstje best een leuke vermelding. Die ging ook heel erg vlot. Want ook die Miskovets, die kan veel meer. Die heeft wel eens 212 gestoten. Dat was 2 jaar geleden bij de Europese kampioenschappen in Griekenland. Toen stootte hij 212 in deze klasse. En hij begint nu met 198. Maar wel een goede trekbeurt. Henters, 198 is een tweede. Poging, heeft 193 gehaald. Is een eerste beurt. 3 keer 162 gemist bij het trekken. Gaat nu 198 stoten. En dat doet hij. Tenminste, wat vinden de scheidsrechters hiervan? No lift, hoor ik dat? Nee, wel. Goed. 198 kilo. Persoonlijk record op het internationale podium met 8 kilo verbeterd. Dat stond op 190. En moet wat stapjes doen om zich af te kunnen spannen. En het gewicht eventjes die beroemde fractie van een seconde goed boven het hoofd te hebben. En hij is goed. Nou, wie is de volgende? Er is weer wat bijgeschoven. Stang met klemmen, 25 kilo. De rode schijven wegen ook elk 25 per stuk. En er moet 200 kilo aan de halter. Vertakuschef, ja, 200 kilo. Eerste beurt voor Takashev. Ook een man met een goede trekbeurt. Hij stond en staat op de tweede plaats. Hij heeft zilver bij het trekken. Hij is iets lichter dan zijn landgenoot Miskovits, die ook 170 trok. Dus zilver bij het trekken, gaat nu proberen 200 kilo te stoten. Zauer Takashev. Uit Rusland. Het is zijn beste prestatie. Is 200. Dat haalde hij in de laatste Europese kampioenschappen voor de Olympische Spelen in 2004. Dat is de laatste internationale wedstrijd geweest. Die hij goed wist af te ronden. Toen stootte hij 200 kilo. En dat is een gewicht waar hij nu mee begint. Ja, op de Olympische Spelen heeft hij niet gestoten, omdat hij daar 3 trekbeurten miste.
Maar nu heeft hij wel een trekbeurt gehaald. 170 en 200 bij het stoten. Dus hij staat op een totaal van 370. En nou, dat totaal, dat is voor hem op dit moment een aanzienlijke persoonlijke recordverbetering. Want dat stond tot nu toe op 365. En het staat nu op 370. Ribaku, 200 kilo. André Ribaku uit Wit-Rusland, 200 kilo, 186 getrokken. Nieuw wereldrecord, gaat nu 200 kilo stoten. Dan heeft hij toch ook wel in het algemeen klassement, als hij dit haalt, de leiding behoorlijk in handen. En is die, denk ik, is mijn inschatting, door niemand meer in te halen. Ja, die zit. En die ook. Ja, heel makkelijk. Ja, die is in topvorm. Heel goed gepiekt. Kent geen angst voor dat gewicht. Doet het gewoon. Op een voortreffelijke manier bezig. Heel zelfverzekerd. Overtuigd van zijn eigen krachten. Stoot hij daar die 200 kilo uit. En evenaart hij zijn persoonlijk record. Dat staat op 200. In Athene. Stoot hij 200. Verleden jaar bij de wereldkampioenschappen in Doha en Qatar stootte hij 195. En nu weer 200. Dus wellicht dat hij hier ook de grenzen voor zichzelf gaat verleggen. Hij heeft nog een derde poging te gaan. Ik zie daar dat, dus we hebben wel Hentors nog gehad met Stoterman die 3 trekbeurten gemist heeft. Maar dat de Pool, de Azerbeidzjan en de Armenier, die doen niet meer mee. Die hebben 3 trekbeurten gemist. En die hebben gezegd, wij doen niet meer aan het stoten mee. Dat zijn Marius Rytkovski. Dat is Natig Gassanov en Tigran Martirosyan. Die 3 die hebben de strijd gestaakt. Die hebben 3 trekbeurten gemist. En gezegd van nou, dat heeft voor ons geen zin meer. Alleen Andriy Hentors, de Oekraïner, die 3 trekbeurten miste. Die is nog wel doorgegaan met het stoten. Die heeft 198 kilo gehaald op dit moment. Maar die zal geen rol spelen in het algemeen klassement. Wat is daar aan de hand? Dat lijkt Andriy Hentors wel. Maar die hoeft nog niet. We krijgen eerst Miskovic, 202 kilo. De Rus. Ja, die 2 Russen die zijn met elkaar bezig voor het zilver in het algemeen klassement. Die André Ribaku, die halen ze niet meer in. Maar ze hebben allebei evenveel getrokken en zijn nu met een kat-en-muis spelletje bezig bij het stoten. Takashev stoot de 200. Die heeft de leiding omdat hij iets lichter is. En hier komt het antwoord van Miskovic. En die zet 202 neer. Ja, dat is leuk. Dat, die 2 Russen die gaan allebei voor het zilver. Ze zijn even sterk bij het trekken. En naar het zich laten zien ook even sterk bij het stoten. En wat voor een ontknoping zal ons dat brengen? Mitschkevits die heeft meer in huis. Hij heeft wel eens 212 gehaald. Dat is wel een uitschieter geweest. 202 is vrij normaal voor hem. Er moet meer in zitten. Hentors, de Oekraïner. De enige met 3 gemiste trekbeurten die bij het stoten doorgaat. En nu om 202 kilo's vraagt. Andriy Hentors. Ja, het is een internationale beginneling.
zijn persoonlijk record internationaal is 190. Hij heeft wel eens 160 getrokken. Nu heeft hij dus drie keer 162 gemist. En heeft hij al 198 achter zijn naam staan. En nu pakt hij 202. Dat is een aanzienlijke verbetering van zijn persoonlijke record als hij dit haalt. En wie weet, misschien dat het hem nog een prijsje brengt bij het stoten. Maar dat zit er niet meer in. Omdat er al drie zijn die meer dan 198 gestoten hebben. Nou, deze man is nu ook klaar met de wedstrijd. Driemaal trekken mis. Twee stootbeurten goed. De beste 198 kilo. Nee, dat is te zwaar voor hem. Hij krijgt het niet helemaal boven zijn hoofd. En moet het laten vallen. Een overzicht achter de coulissen. En daar komt Takashev. Voor 203. Ja. Hij heeft nu het voordeel in de strategie. Zijn collega landgenoot stootte 202. Hij is iets lichter in lichaamsgewicht. Dus hij neemt maar 1 kilootje meer. En dan staat hij weer voor op zijn landgenoot. Die dwingt hij daarmee om minimaal naar 204 te gaan. Want 203 nemen, wat hij nu doet, heeft geen zin. Omdat hij dan verliest, omdat hij iets zwaarder is. Dus als hij dit haalt... Dwingt hij Miskovets? Nee, niet goed. Dat is te zwaar. Maar hij heeft nog 1 poging te gaan. Nee, het spelletje gaat niet helemaal op. Op dit moment staat hij dan nummer 3. Omdat Miskovets 202 gehaald heeft. Nou, wat is het antwoord van Miskovets hierop? 203, 204. We zullen het zo zien. Er zijn nog 4 gewichtheffers in de strijd. 2 Russen. Takashev, die we nu zien. Dan Miskovets. De Rus. En Melikian, de Armeniër. En Rybakov, de Wit-Rus. En dan hebben we... David Matam heeft de strijd ook opgegeven. De Fransman. Die heeft waarschijnlijk toch een zodanige blessure opgelopen dat hij het ook niet meer ziet zitten. Dat zou op dit moment betekenen dat er van de 9 deelnemers maar 4 een goed einde gaan halen. Zijn er 5 onderweg gesneuveld. Dat is wel een slagveld in deze gewichtsklasse. Takashev, 203 kilo. Ja, die gaat hem overnemen. Dus zijn landgenoot Miskovets, die dwingt hem eigenlijk daartoe door gewoon eventjes die beurt aan hem voorbij te laten gaan. En haalt Takashev dit... Nee, haalt hem ook niet. Blijft op 200 kilo staan. 170 getrokken, heeft een totaal van 370. Deze Takashev. En ja, hij heeft wel eens 377,5 gehaald. 2 jaar geleden bij de EK, toen werd hij tweede. Nu dus 370. Geen topprestatie, maar wel bij de beste 4. En vermoedelijk voldoende voor een bronzen medaille in het algemeen klassement. Zijn landgenoot Miskovets die heeft al 3,72. En Rybakov de Wit-Rus heeft al 3,86.
Alleen Arsen Melikian, de Armenier, die heeft één beurt genomen, 197, en die hebben we daar niet meer, daarna niet meer gezien. En ja, die heeft wel eens 200 kilo gehaald, dat is heel lang geleden, dat is al 6 jaar geleden. De vraag is natuurlijk, wat is er met Melikian aan de hand? Heeft hij de strijd ook opgegeven? Ik kan het me haast niet voorstellen. Maar het lijkt er wel op. Het wordt dan ja, echt spannend. Is het niet meer, want die twee Russen, het gevecht tussen de Russen is afgelopen. Die kaarten zijn geschud. Dat is 370 om 372. Een wereldrecord bij het stoten hangt ook niet in de lucht. Dat staat op 217. Europees record 217, wereldrecord 218. Daar staat het Europees record linksonder. 204 is er gevraagd. En dat zal waarschijnlijk Arsen Melikian. Ja, de kaarten zijn geschud. Ik kan me niets bedenken. En het moet toch nog weer wat anders aan het gewicht komen. Er gaat wat bij. Er gaat wat af en er gaat wat bij. Dan gaan ze naar de 205 toe. Rood is 25 kilo. 75 maal 2 is 150. De stang met klemmen is 175. En dan die twee gele en nog een kleintje. Dat zou inderdaad boven de twee, dik boven de 200 kilo kunnen gaan worden wat er nu aan zit. We hebben niet alles kunnen zien. Maar het is om en nabij de 205 kilo. Daar wordt geplust en gemind. Jan Taltz, de coach van de Russische gewichtheffers, de chefcoach. Daar komen de Polen. Nee, de Wit-Rus, sorry, Rybakov. Ja, tijd loopt, oei, hij moet hollen. Ze hebben het weer eens een keertje voorbij laten gaan. Hoe is het met, ja, halve minuut voorbij, ik hoor de toeter, de klakson. 206 kilo, hij gaat voor 206, Rybakov. 206. Ja, makkelijk voorgeslagen. En Hebbes. Fantastisch. 206 kilo. Ook hier stijgt hij zijn eigen krachten te boven. Deze Rybakov. En hiermee verbetert hij dan ook het... ja, en vandaar die vreugde. Dat Europese record totaal... Dat staat op, dan moet ik even kijken, dat staat op 390 kilo. En hij heeft nu 392 gemaakt. Dus hij heeft hier met deze beurt heeft hij het Europese record totaal verbeterd. En gebracht van 390 op 392. Het stond op naam van Georgi Azenitse, de Georgiër. En die is het nu kwijt. En dan is er ook nog een wereldstandaard, die is 3,95. Misschien dat hij nog wel een poging gaat doen om het wereldrecord te verbeteren, want hij heeft nog één beurt te gaan. Miskovets gaat ook naar de 206. Is een derde en laatste poging. Geen eerste plaats in het algemeen klassement, maar wel een poging om tweede te worden bij het trekken. Bij het stoten. Hij heeft 198 gehaald in zijn eerste, 202 in zijn tweede en nu in zijn derde poging 206. Dus nee, hij haalt het net niet. Hij kreeg hem niet hoog genoeg doorgehaald, blijft dus nu staan op 202. En heeft daarmee een totaal van 372.
Ja, hij is dus tweede. En dan hebben we daar die Arsen Melikian nog, die Armenier. Die staat klaar om naar het podium te komen. En wat is die van plan? Want die loert waarschijnlijk op die bronzen plak bij het stoten. Dan moet hij 206 nemen ook. Ja, 204 gemist en gaat naar 206. Heel erg gedurfd. Als je 204 mist, als je 206 ook mist, valt hij terug naar 197. En dan is hij gewoon vierde in het algemeen klassement. Er zijn maar vier gewichtheffers die de eindstreep halen van de 9. En pakt hij die 206, want hij is de allerlichtste in dit gezelschap, dan is hij tweede bij het stoten als hij dit haalt. Ja, dan is hij tweede bij het stoten. Of vierde als hij niet haalt. Of tweede als hij wel haalt. Oei, 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 oei. Oh, wat is dat zonde. Oh, 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 oh. Wat zat hij daar dichtbij. Wat zat hij daar dichtbij. Wat een gevecht. Helemaal geen angst voor dat gewicht. Nou, dat was iets te zwaar. Hij slaat hem makkelijk voor. Hij stoot hem uit. En dan gaat hij aan de wandel. Naar voren, naar achteren. Opzij. Hij kan dat lichaam niet afspannen. Als je dat gewicht uitgestoten hebt en die armen zijn gestrekt, dan moet je vanuit je benen, je rug, moet je dat hele lichaam fixeren. En dat lukte hem niet. Hij bleef een beetje wiebelen. Ja, ja, als je dan 206 kilo boven je hoofd hebt en je kan het niet afspannen. Kijk maar, hij gaat wandelen naar voren, naar achteren. Dan schiet hij kont van hem weer naar achteren. En dan de benen weer naar voren. Nee, het lukt hem niet. Ook dat bovenlicht komt niet tot stilstand. Ja, hij is naar het evenwicht aan het zoeken. Hè? En dan komt hij op het randje van het plankier van 4 bij 4 meter. En dan dreigt hij daar vanaf te lopen. Kijk maar eens, hij is heel dicht bij het randje. En dan moet hij stoppen. Want anders komt dat gewicht op de schoot van die hoofdscheidsrechter terecht. En die man overleeft dat niet. Het wordt nog heel link ook. Hij staat op het randje van het plankier. En dan geeft hij het op. Wandelkaarten worden niet verstrekt bij het gewichtheffen. En die coach, ja, die zou dolgraag naar hem toegelopen zijn. Maar dat mag niet, hè. Ja, dus, oh, 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 wat zonde. Als je er zo dicht bent, ja, ik kan me er helemaal in verplaatsen. Nou, dan is de wedstrijd nu gestreden. Daar hebben we de eindstand. Rybakov, 206 kilo, eerste. Miskovits, tweede met 202. En Takushev, derde met 200 kilo. Hentors heeft dan ook nog de eindstand, eindstreep gehaald. En Melikian. Vijf gewichtheffers met een totaal van de 9. We gaan er even uit, maar komen vermoedelijk zo weer bij u terug. Nee, we mogen nog even kijken naar de huldiging van de kampioenen. Dit is het totaalklassement. U ziet het. Rybakov 392, Miskovets 372, Takushev 370 en Melikian 362. De medailleverdeling bij de mannen en ook hier, net als bij de vrouwen, de Russen met kop en schouders boven de rest uitstekend. Wit-Rusland een goede tweede. Ja, en dan is het kruimelwerk. En wat daar dan weer bij opvalt, is dat Spanje het zo goed gedaan heeft van de West-Europese landen. Als je kijkt naar Italië, Frankrijk, Duitsland, die doen allemaal niet mee. Ja, hier zie je er een paar verschijnen. Die Spanjaarden hebben het heel goed gedaan. Vooral in de lichtere gewichtsklassen bij de vrouwen. Later ook nog wel wat bij de mannen. Deze wedstrijd is nu afgelopen. We krijgen de huldiging van de winnaars nog. Maar
Vanmiddag om 3 uur zijn we terug met de man in de klasse tot 94 kilo. Een live uitzending. De Wit-Russen vieren daar een feestje. Ja, ik krijg nu inderdaad door dat we blijven voor de ceremonies. Rybakov die heeft wat formulieren moeten ondertekenen. Dat betekent van joh, direct na de prijsuitreiking moet je mee. Even een plasje doen, zo werkt dat nou eenmaal. Er wordt volop gecontroleerd. Het zijn alleen maar schone gewichtheffers die hier met de prijzen naar huis gaan. Eerst krijgen we de winnaars van het algemeen klassement. Dan de winnaars bij het trekken en dan bij het stoten. Volkslied wordt alleen gespeeld voor de winnaars in het algemeen klassement. En hadden we vanochtend bij de prijsuitreiking bij de vrouwen nog een vrouw onder de mensen die de prijs uitreikten. Het is nu weer een rijtje mannen. Zoals het hele toernooi al een mannenaangelegenheid is geweest. Vanochtend heeft Agata Robol wat prijzen uitgereikt. De Poolse zwaargewichtgewichthefster. Heel erg populair in eigen land. Die door een blessure niet mee kon doen. Russia with 370 kilograms uzyskał w uboju 370. Zauer Takashev, Rusland. Brons in het algemeen klassement. Derde plaats. Tweede plaats. Yuri Mishkovets. Ook uit Rusland. Op de tweede plek. Mooie gewichtheffer. Allebei die Russen trouwens. Uitstekende techniek. En dan de Wit-Rus Rybakov. Andrei Rybakov. De man die het wereldrecord trekken verbeterde en het bracht op 186 kilo. Het stoten won 206 kilo. En ook het algemeen klassement. Europees kampioen. Andrei Rybakov uit Wit-Rusland. De kampioenschap waar hij heel erg blij mee zal zijn. Want hij heeft wel meerdere keren op de eerste plaats gestaan bij het trekken. En tenslotte niet voor niks. Wereld- en Europees recordhouder. Maar hij is nog nooit eerste geweest in een algemeen klassement. Het is een hele carrière niet. Behalve dan als junior is hij een keer Europees kampioen geweest bij de junioren. Maar bij de mannen is hij nooit verder gekomen dan de tweede plaats op de Olympische Spelen. Het volkslied van Wit-Rusland. Dan zullen nu de prijzen uitgereikt gaan worden van het trekken. Dezelfde volgorde.
Takashev, de tweede plaats. En wederom Andrei Ljubakov op het hoogste podium bij het trekken, de kersverse wereldrecordhouder. Geen volkslied. Het is zo geregeld bij het gewichtheffen dat bij de Olympische Spelen heb je alleen maar een algemeen klassement. Goud, zilver en brons. Maar op Europese wereldkampioenschappen, maar ook bij nationale kampioenschappen, worden er ook voor de onderdelenprijzen uitgereikt. Kan je dus eerste worden bij het trekken of het stoten. En daarna algemeen klassement. Je kan dus kampioen van Nederland bij het trekken zijn of kampioen van Nederland bij het stoten. Maar de kampioen van Nederland is natuurlijk degene die het beste is als die twee onderdelen bij elkaar opgeteld worden. Dat geldt ook voor het Europese wereldkampioenschap. Die onderverdeling, die prijzen bij het trekken en het stoten, kennen we dus alleen op de Olympische Spelen niet. Ja, wilt u wat meer weten van het gewichtheffen in Nederland? Kijk eens op de website van de Nederlandse Olympische Gewichthefbond, www.nogb.nl. Er staan de namen van de verenigingen op en uitslagen van wedstrijden in Nederland, ook waar wedstrijden in Nederland gehouden worden. www.nogb.nl. Nou, dat zit er ook weer op. Ook die klus is geklaard. Bloemetje voor thuis. Medailles om mee te pronken. En nog een bekertje. We gaan er dadelijk uit. Uw commentator was Piet van der Kruk. Ik heb ervan genoten van deze wedstrijd. Toch wel, ondanks al die missers. Ik hoop dat bij u ook het geval is. En wellicht dat we elkaar vanmiddag om 3:00 weer treffen bij de mannen in de klasse tot 94 kilo in een live uitzending voor Eurosport. We'll be right back.